Hey Len, heb jij je wel eens geschaamd voor je ouders? Nou, ik schaam me niet voor mijn ouders. Zeker niet, maar toen ik klein was... Toen was er wel eens een keer dat ze stonden te dansen op een feestje. Echt heel gek. Ja, en dan schaam ik me wel hoor. Ja. Ja, en bij mezelf heb ik dat ook wel gehad. Dat ik bijvoorbeeld met hockey voor open goal... Oh, precies. Mis. Ja, dat is echt iedereen heel gênant. Iedereen kijken. Iedereen kijken en lachen langs de kant. Zonder allemaal vrienden langs de kant en lachen, weet je wel. Dat is echt heel erg. Ja. En jij dan? Ja, heb ik ook gehad. Niet met hockey, want ik kan natuurlijk niet hockeyen. Maar ik heb bijvoorbeeld gehad met in het openbaar gestruikeld of vallen bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat je dan denkt, auw. Dat je dan in eerste instantie toch om je heen gaat kijken. Wie heeft het gezien? En heeft iedereen het gezien? Dat heb ik wel eens gehad. Of op de set, een keer in een scène, moest ik alleen maar in de achtergrond. Dus die scène draaide echt totaal niet om mij. Moest ik een fiets van het slot afhalen. Al die fietsen om, al 20 fietsen om. Iedereen kijken. Iedereen kijken, 3 keer opnieuw. Toen dacht ik echt, Ja, dat heb ik ook echt op de set. Dat heb ik echt als je dan bijvoorbeeld, als ik dan mijn tekst vergeet. En dan word ik zo langzaamaan rood. Dan hoop ik dat niemand het gezien of gemerkt heeft. En dan begin ik zo te zweten en dan zie ik iedereen en dan denk ik, oh ja hoor. Ja. Ik kan me echt schamen. Ja, of boos worden op jezelf. Dat heb ik dan mijn tekst vergeten. Mm-hmm. Dat je denkt, oh, waarom kan ik het nou niet? Ja, dat herken ik. Heb je wel eens iets gedaan wat echt niet door de beugel kon? Moet je eerlijk zijn. Misschien wel, maar dat ga ik hier niet vertellen. Nee? Nee. En hoe zit dat eigenlijk bij jullie? Ja, ik schaam me soms wel eens voor mijn ouders. Ja, vaak genoeg. Nou, vroeger wel. Altijd als ze gingen dansen of voor het publiek iets raars gingen doen. Keihard meezingen met een liedje, terwijl dat eigenlijk niet hoeft te doen, zeg maar. Gewoon als ze over mijn cijfers beginnen waar anderen bij zijn, dan denk ik gewoon dat hoeft niet. Mijn vrienden zeggen dat mijn moeder alles ongemakkelijk maakt, wat ook wel waar is. Ja, mijn vader die doet vaak bij mijn vrienden alsof het zijn vrienden zijn. Ja, best wel vaak. Want dan gaan ze hele rare vragen stellen waar mensen bij zijn en dat soort dingen. Het is altijd ongemakkelijk. Ik ben samen met mijn ouders. Nou, het is gewoon een goede gezinssituatie. Ik ben enigs kind. Ik woon thuis met mijn vader, mijn moeder en ik heb een jonger broertje. Ik heb 2 zusjes. Ons gezin is wel gewoon een beetje een normaal gezin. Ik heb een redelijk leuke familie. Ik heb 2 ouders en een zus. Ik heb een vader en een moeder, die zijn gescheiden. Wij leven thuis met mijn vader en mijn moeder en mijn kleinere zusje. En ik heb een hond. Vast wel, maar ik weet het eigenlijk niet. Tuurlijk. Voor wat niet door de beugel kan volgens de wet, niet. Vast wel iets, maar het is niet echt iets dat ik me nog echt goed kan herinneren, zeg maar. Niet echt iets heel ergs? Nee, niet echt. Dat heeft iedereen toch ooit gedaan, ik bedoel... Ik mag een hoop, dus. Weet je, hoogstens een dagje ooit een keer spijbelen. Ik mag van mijn ouders geen snoep kopen van mijn zakgeld en dan koop ik dat toch. Wil je dat niet? Nou, dat ook liever voor mezelf. Dat is wel een moeilijke. Ik zou het heel raar vinden. Ik zou hem erin steunen, want waarschijnlijk heeft hij dat nooit gedaan. Ik kan echt niet voor me zien dat een van mijn ouders dat zou doen of zo. Ik zou wel graag willen weten wat er aan de hand is en dat ze het me uitleggen. Ik weet niet of ik dat echt voor zou kunnen stellen, want je ouders vertrouw je natuurlijk altijd. Dus als ze vast zouden komen zitten, zou ik ze sowieso heel vaak opzoeken. Ik zou niet naar school gaan en gewoon willen weten wat er aan de hand is. Proberen het tegendeel te bewijzen dat ze niks hebben gedaan. Tenzij ze natuurlijk iets echt hebben gedaan. Anders zou ik het wel heel erg vinden als zij zoiets zouden doen. Kijk dan. Hij is er. Wauw. Cool toch? Wat super vet. Super cool. Kijk eens. Nou, we gaan hem erbij zetten. Goed idee. Daar is hij dan. Verdacht. Ik ben er heel trots op.
Allemaal heel veel leesplezier en ik hoor graag van jullie op Facebook wat jullie ervan vinden.